Welke basisschool maakte de beste film over kinderrechten? Daar ging het vandaag om in Amsterdam. In de landelijke finale namen 14 regionale winnaars het tegen elkaar op. Er is kinderchampagne in overvloed en iedereen heeft zich op zijn mooist aangekleed. En dat in een van de oudste en beroemdste bioscopen van Nederland, Tuschinski in Amsterdam. Ja, ik vind het echt fantastisch. Je ziet dat nooit jezelf in de bioscoop en nu opeens zie je jezelf. Je ziet gewoon je eigen film op zo'n groot scherm en ja, dan sta je ook nog eens op zo'n podium. Gaan jullie winnen? Nou, dat weten we. Ja. We hopen. De opdracht van kinderorganisatie UNICEF, maak een film van 5 minuten over kinderrechten. In het hele land gingen scholen aan de slag en de beste 14 zijn vandaag op het grote scherm te zien. We hebben de film van verboden informatie, dus het recht is dat ieder kind recht heeft op informatie. Er komen nieuwe strenge regels in de bibliotheek. Wat voor nieuwe regels dan? We stoppen met het weggeven van gratis informatie. Dronken moeder. En die heeft kinderen, dus die gaat aan haar bier kopen dan. Die denkt niet aan de kinderen. Dus komt ze elke dag zonder eten op school en dat soort dingen. En weer moet het meisje zonder eten naar school. Een blind jongetje dat heel graag wil op atletiek. Milan was de grote held. Maar er bleef altijd wel kleine ongelukken. Ja, en dan, na alle films, moet er natuurlijk een winnaar komen. Achter deze deur nu zo'n beetje het belangrijkste moment van de dag. Hier is namelijk de jury bezig met het juryoverleg. En zij hebben de moeilijke taak om uit al die films een winnaar te kiezen. Nee, het is wel lastig, want het niveau ligt best hoog. Dus het is eigenlijk allemaal heel erg tof, maar we zijn nu een beetje aan het kijken naar wat er echt uitspringt. Het zijn zoveel goeie en ik kan er gewoon niet echt niet tussen kiezen eigenlijk. Ja. Heb jij een favoriet? Ja, ik heb wel een favoriet. Ga je niet zeggen, hè? Nee. Maar daarna in de zaal doet hij dat wel. Weg met meneer Flipsen! Ja, basisschool Neel uit Roermond wint de prijs voor beste film. Hun film Weg met meneer Flipsen gaat over het recht van alle kinderen op onderwijs. 100 keer voor de klas zeggen, ik mag niet kletsen. Ik mag niet kletsen, ik mag niet kletsen, ik mag niet kletsen. Ik mag niet kletsen, ik mag niet kletsen. Sneller, hup, hup, hup. Gefeliciteerd. Nou ja, beste film jongens, laat even horen hoe blij jullie zijn. Ja, een basisschool De Talisman uit Eindhoven won de publieksprijs voor een film over kindermishandeling. En de Erasmusschool uit Den Haag kreeg een prijs voor het duidelijkste verhaal over kinderrechten.